Conservatorium van Suriname heeft een nieuwe leiding. De instelling wordt bestuurd door Marcel Balsemhoff als waarnemend directeur en Denise Goeding als onderdirecteur administratieve diensten. Vanaf 26 oktober dit jaar zijn zij door de Raad van Bestuur aangesteld als interim management team. Dit kwam na het ontslag van de geestesvader Ramon Williams. Het conservatorium is in 2011 door Williams en Albert Arends opgericht. Het is een hbo-opleidingsinstituut dat muzici opleidt tot internationale professionals voor de muziekeducatie en de uitvoeringspraktijk. Wij vroegen dus aan Balsemhoff als Williams niet meer verbonden is aan het instituut. In principe is hij in aansluiting op zijn ontslag dat op 1 januari ingaat. Is hij dus nu met verlof, maar je kan het schip dan niet stuurloos laten. Dus er is voor de time being een team waaraan ik leiding geef. Waarom is meneer Williams met ontslag gegaan? Nou, meneer Williams is met ontslag gegaan om redenen die hem zelf bekend zijn en die aan het bestuur zijn meegedeeld en niet aan mij. Dus toen er een hiaat kwam in de leiding, is ons, Denise en ik, die zelf al onderdirecteuren zijn aan het instituut, gevraagd dan om die functie door te bekleden, maar om daarnaast ook nog als lid van een interim management team verder leiding te geven met nog een derde lid, mevrouw Ingrid Biervliet. Dus geen jugu-jugu bij het conservatorium? Jugu-jugu? Als je het negatief bedoelt, zeggen we nee. Jugu-jugu, positief. Wanneer we muziek maken, is er altijd jugu-jugu. Dus als je dat bedoelt, er is altijd wel jugu-jugu, er is altijd plezier, er is altijd leven. Maar niet negatief. Volgens O.D. Goeding zal het interim management team de komende periode beleid schrijven. Ook zal zij in afwachting op de officiële benoeming nu sturing geven aan het instituut. Volgens Goeding kan het Conservatorium Suriname rekenen op heel betrokken personen en een gedreven korps. Onze stafleden en ook de mensen aan de onderlaag, zou ik zeggen. Daarmee bedoel ik facility, administratieve diensten. Het zijn mensen die met man en macht werken. We hebben een korps, een docentenkorps van grote geesten. Mensen die weten waar ze mee bezig zijn, wat ze willen en ook luisteren naar de student en geven wat nodig is om professionals te worden. En er is veel belangstelling. Veel studenten hebben zich, zijn nu ingeschreven. Kijk, veel is relatief. We hebben nu, ik heb bijna 60 studenten totaal ingeschreven. Ik heb voorgekomen, heb ik nog even een opstelsommetje gemaakt. Het is bijna 60. En we mogen niet ontevreden zijn over het aantal dat zich heeft aangemeld. Mede gelet op onze behuizing. Want hoe meer ruimte je hebt, hoe meer studenten je ook kan faciliteren. Balsemhoff zegt dat het de droom en wens is van het instituut om binnen afzienbare tijd de eerste steen te leggen voor een nieuwbouw. Het inschrijfgeld is dit jaar gesteld op 800 SRD. Verder zal de instelling dit jaar collegegeld invoeren. Dit bedrag is €200 en mag in termijnen in SRD betaald worden. De docenten van het conservatorium worden betaald door het ministerie van Onderwijs. Anderzijds heeft het instituut ook fondsen in het leven geroepen om te zorgen dat er een instroom kan zijn van financiële middelen. Ramon Williams en Albert Arends zijn de oprichters van het Conservatorium Suriname. Laatstgenoemde geeft nu zijn krachten als docent aan het instituut, terwijl Williams werd ontslagen.